Carnavalskribbels, het vastelavondsprogramma van Limburg wat u op de hoogte hield van al het vastelavondsnieuws uit de regio. En we zijn vandaag op het schoolpaad, want daar is een vastelavondsmarkt georganiseerd door de Kaketoes. Dames, wat leuk dat je hier staat. Hallo, wim zit je? Ik ben Fenne. Ik ben Dionne. En ik ben Nora. En wat verkoop je hier vandaag allemaal? Verkopen kleier en kleine accessoires voor de kaketoejeugd. Wat leuk, dus zit je alle drie bij de kaketoejeugd? Ja. En wie lang vier zal vast te loven vanaf baby of aan, denk ze? Ja. En vandaag, meid, wie is het volk? Wie reageren ze allemaal? Ja, echt superleuk. Het is ook keidruk. Iedereen, ja, het is gewoon, iedereen koopt ook heel veel en het is gewoon allemaal heel leuk. Had je dit verwacht? Nee, eigenlijk hadden we echt niet verwacht dat er zoveel mensen op af zouden komen. Was het vanmorgen meteen in een stormloop al wie het hier opging? Ja, eigenlijk was het echt best wel druk al direct, ja. En het lukt nu nog heel erg goed door, hoor. Ja, zeker. Het is echt heel leuk om te zien zo. En draaien we ook vaste lovers muziek vandaag? Ja. Nou, heel veel succes met de verkoop. Dankjewel. Higgins, ik heb nog een leuke heksenjurk voor dich. Oh, maar dat zal me echt wel stormen. Ik werd dikker betiteld als de opperheks. En mensen die dat weten, die weten precies hoe je ervoor hebt. Dat denk ik ook. En hier? Ja, hier ook. Hier. Pas precies in die mooie jurkjes. Ja, je hebt helemaal perfect. Je hebt helemaal goed komen. Ja. En hier heb je ook de heks ieder jaar. Ja, ja, daarom doen we met de ei-heksen. Kijk, dit is... Weer een beetje een heksenbezem te verkopen. Dat zal zeker. Om aan te hangen, ja. Geet goed, geet goed. En ik zie al de kaken toevlacht, kijk eens, prachtig. Kunnen we ook nog kopen, ik zie het. Nou, heel veel succes. Graag gedaan, dankjewel. Wat gaan we doen, hè? Ja, heel goed. Jammer, dat had ze op de verkeerde kant. Voor de kamer, was de verkeerde kant voor de kamer. Zo. Dus mensen, van de kapel. Mensen van de kapel, kopen een leuke heksenbezem voor zijn vlaggenmast. Met een zonger kijken toe vlag. Lees net natuurlijk, maar kijk eens wat schoon. Prachtig. Zeker weten en daar die glitterjasjes achter Ik zie hier een prachtige kroon met prachtige tooien. Hallo, Wim Bussen. Ik ben Robin en ik ben van de kroon van mooie tooien. We maken zelf tooien. Mooie tooien, dat klinkt inderdaad geweldig. Ja, 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 ja. En wie lang duisterde dit al? Dit is het tweede jaar, ja. Tweede jaar, dat ze dit voor me. Met wie veel maanden doet je dit? Met z'n drieën, met mijn moeder en met mijn zus samen. Dus, geweldig. Ja. En hoeveel uur zit je dan met bezig zo? Ja, nu het richting vastelavond gaan, richting 11:11 komen de aanvragen wel weer binnen. Dus dan zien we er echt wel veel mee bezig. Maar door het ganse jaar eigenlijk proberen we wel één avond per week bezig te zien. Om de vuur op de pijl te houden. Ja, precies. Ja, en dan... Het ziet er prachtig uit. Kunt ze eens vertellen van... Kijk, als we dit al eens erbij houden. Ja. Geweldig. Of nee, wie kunnen we het idee tot stand? Ja, er is eigenlijk overal en nergens op zoek naar grij. Als we een weekendje weg gaan in Amsterdam, dan hebben we het nog even de lintjes waar we die kunnen krijgen. En dan halen we het grij overal en nergens vandaan. En dan ga je ze proberen en dan komen er creatieve ideeën omhoog. En dan zo ons tijd uit. Heel schoon. Ik moet zeggen, echt ze zijn er prachtig goed. Complimenten. Dank je, dank je. Succes met de verkoop. Ja, dank je. Het zal wel lukken. Het is mooi, hè? Het is geweldig. Ja. Toch? Ja, het ook die steentje. Ja, ik vind het fantastisch. Love it. Hallo, mijn beste. Alina. Alina, en wat heb ze een mooie kraam hier met allemaal? Potjes. Potjes, en wat zit er in die potjes? Glitter, glittergel. Glittergel, en je hebt het ook al op de wangen, zie ik. Kan je ook in je haren doen. Ja, dat kan je ook in je haren doen, hè? Op de huid, in de haren, op de oogjes. En wie zit er naast jou? Liz. Dag, Liz.
Heb je ook al glittergel? Ik zie het al een beetje. Ik heb ook mascara. Heb jij ook mascara? Wauw, ja, dat hoort op... Weekend mag dat. In het weekend mag dat. Dat ben ik het helemaal mee eens. En gaat de verkoop goed, dames? Ja. Ja, heb je al wat verkocht? Ja. Oeh, wauw, nou. Heel veel. Ik heb een zakje, hier kan je ook glitter in doen. In het zakje kan je ook glitter doen. Nou, succes, dames. Ja. Doei. Je mag dadelijk ook een glitter in het zakje mag. Ik mag ook glitter. Ik ga voor de glitter. Dank je wel. Ja. Doei. Neven mij staat dus Amber van Ambers Bling. Ja, dat klopt. Dat klopt geweldig. En wat is precies Ambers Bling? Nou, ik heb face jewels en die ja, plekken ze op het gezicht plakken met of zonder schmink. En alle kleuren, alle maten. Dus, ja. En het is best wel een succes, zenig, of nee? Ja, het gaat haal. Misschien wel te haal. Ja, Amin, ze zijn heel enthousiast, ja. Of nee? Ja, het is een leuke opbrengst, een leuke gezelligheid. Dus, ja. Ja, Wim, had je dat gedacht? Zeg, en heb ze een voorbeeld hier ertussen wat het meeste hellig heet? Hoe ze het meeste fan van zijn? Nou, de roze tinten die gewoon heel erg flop, maar ook hier de... De pauwkleurtjes die... Ja, die zijn er ook wel schoon in trek, ja. En roze is natuurlijk echt voor de meisjes. Ja, zeker. Ja. En de Barbie-tiet is helemaal op dit moment. Dus dat is helemaal in, ja. Ja, zeker. Ja. Maak ze het zelf? Ik maak het helemaal zelf en met een beetje ondersteuning van mam. Ah, kijk. Ja, die zijn toch altijd wel goed weer, de moeders, hè? Ja. Schoon. Zeg, succes. Dank je. Ja, hier staan we dan bij een prachtige pruikenshop, zeg maar. Wat heb ze allemaal biedig? Kort, lang, krullen, recht, alle kleuren, alle moten. Voor een goede en een leuke prijs. Een pruik waar ze jaren plezier van hebben, waar ze kunnen wassen. Waar ze in alle stijlen kunnen gebruiken. Ja, dat is wel heel bijzonder dat ze ze kunnen wassen, inderdaad, of niet? Ja, dit zijn echte pruiken waar ze dus gewoon gaan wassen, goed laten drogen, opbergen en vond je hals met de kast, de borstel erdoor en dan zet ze hem weer op. Ja, ik denk dat dat wel echt een uitkomst is voor de vastloven en binnen de duurzaamheid, of niet? Zeker weten. De mensen wat ze gekocht hebben, die komen meestal ieder jaar terug voor een nieuwe. En om zo haar collectie uit te breiden. Schoon, geweldig. Het ziet er prachtig uit. Dank je. Een prachtige kroon heb ik hier voor mij staan. En wie staat neven mee? Cheyenne. En? Priscilla. Zeg dames, dat ziet er wel geweldig uit. Maak je dat allemaal zelf? Ja, het meeste maak ik voor allemaal zelf. Ja. En hoeveel uur ben je dan kwijt? Een hele hoop, die gewoon niet instellen. Nee. Is het een hobby of is het echt in werk? Nee, het is een hobby. Het is een hobby? Ja. Neven mijn fulltime baan doe ik dit er nog even allemaal bij. Jezus, en die ook? Ja, samen. Samen doet je dat. Ja. En wij met de meeste creatieve ideeën? Het. Ja. Maar we vinden het allebei heel erg leuk. Ja. Dus ja, dan zegt hij, dan ga je alles weer uitzoeken en weer combinaties maken. En kijken wat er eigenlijk allemaal weer nu op en meer. Dus heel erg leuk. Ja. En als moeder en dochter dat samen te doen, dat is natuurlijk heel bijzonder, of ja, nee? Zeker weten, ja. En wat zijn nu de trends? Want ik zie bij dich al een eenhoorn, dat is ook wel geweldig, of niet? Ja, maar de trend momenteel is eigenlijk toch wel allemaal glitter, glamour en hertjes, die doen het momenteel. De leefde? Ja, eigenlijk wel. De leefde voor de vastelovend en de leefde voor elkaar, of niet? Zeker, ja. Dat is sluiten van mevrouw, het ziet er prachtig uit. Veel succes. Dankjewel. Ja, geen vaste lovend zongen roos, toch? Nee, zeker niet. Dat kan nooit goed gaan. En ik zie in de bus al goed geslaagd. Ja, prachtige jas gekocht hier. Meneer, dat doet hij ook nog zelf maken, dus wat wil ze nog meer? Maar het is helemaal mooi, ja. Dat heurt ze niet goed, dat een man het zelf maakt, of niet? Ja, in dit geval wel, ja. Even lachen. De knuip moet iets voor zat werken. Ik zeg, dat lag mijn zus doen. Toen moest ze lachen. Ik zeg, ja, scheer toch. Doe nee, je echt niet. Alweer een paar prachtige dames. Hallo, waar zit je? Yvette en Angeline zijn mee van carnavalshoedjes. Carnavalshoedjes. En hoe kom je vandaan? Venlo. Ook van Venlo. Prachtig. En wie lang doet je dit al? En nou, meer dan 15 jaar doen we dit.
We hebben Yvonne Faassen, dat was bij ons in de winkel. En het zit, ja, maar zoiets hebben we niet hier in Rumunt. Ik zeg, nou, dat moet je dus gewoon organiseren. Dan komen we avond naar het zuur toe. Ja, zeker, en zo duisteren we elkaar aan kruisbestuiving. Ja, okay. Leuk. Ja, superleuk. Want er zijn wel heel andere trends natuurlijk. In Venlo is een Maastricht of in Heerlen of in Rumunt, of nee? Overal anders, ja. Als ze zei, zo'n 20 jaar geleden was dat heel anders, toch? Want toen kwamen we nog niet zoveel met elkaar in aanraking. Maar nu door de social media en de televisie, zien ze echt wel veel meer van elkaar. Ja, dat is helemaal geweldig. Dat we allemaal samen zien. We doen wel niet mee in de trends. We hebben onze eigen hutjes allemaal. En die zien helemaal anders. Overal is er maar eentje van. Het is een uniek exemplaar, zeg. Een uniek exemplaar, klopt helemaal. En hoe ga je ze van oud? Wie begint nu zo gaat? Vertel. We zien met z'n tweeën en we werken ook met z'n tweeën aan één hutje. Dus ik begin meestal met het stof. De huizen zijn ook te klein voor allemaal het greet te bewaren. Dus we hebben een paar huizen met op te slaan. Dus ik begin met het stof en dan is het hutje af en dan doen we hem samen verder opbouwen. Glitters, bloemen, iets geks op de kop erbij. Dus net zo wie deze met een ooievaar erbij. Ja, prachtig. Ja, dus... En je hebt een paar heel schoon exemplaren zinnig in de kroom staan. Geweldig, als we ons even kan kijken. Hier, dit is een echt heksenheutje, hè? Oh, dat ziet er... Dus de afwerking is ook heel belangrijk. Ja, zeker. En de kleuren, hè. De kleuren moeten kloppen. Dat is eigenlijk, ja, mijn ding. En doet je ook op bestelling, dat zeggen mensen van, nou, dit is mijn outfit. En daar heb ik een heutje bij nodig. Dat doen we ook zeker. Maar ze kunnen het beste met de jas komen. En we vinden er geheim wat bij voor een hoed met een kraag. Ja, dan is het helemaal af, hè. Schoon, het ziet er prachtig goed, dames. Dankjewel. Dankjewel. Fijne vastelovend. Hier zijn van weer gaat heel bijzonders, want hier op foamheut erbij liggen. Prachtig, maak je die zelf? Ja, ja. Het hele jaar door? Nee. Gewoon als het carnaval is, dan begin ik het rentjes te knutselen. Echt, deze vind ik fantastisch. Een beetje van de maathater, of niet? Van Alice in Wonderland liet het wel. Ja, een beetje fantasie erin, hè. Ja, vind ik wel leuk. Geweldig. Ik denk dat het echt succesverzekerd is. En dit ook, die krullen. Wie maak je die? Ja, gewoon het waar maken en een model doe je en dan aannieten of liemen. Ik vind het echt super. Complimenten. Dankjewel. Dank je. Mariaal, vertel me eens, ze hebt hier, wat voor schmink heb ze vast? Dit is een split cake. Ik wil niet zeggen dat het cake is, maar het is een vorm van waterschmink, maar gecombineerd met verschillende kleuren. Dat gaan we dus met een of een brede penseel opbrengen, of met een sponsje. Dat kan ook. Door overheer kan ze dan allerlei motiefjes schminken. Bloemetjes of figuurtjes, of een mooie ogenschaduw kan precies hetzelfde. Ik laat het je zien. Ik ben benieuwd. Je kunt ze wel starten met een rechterkant en uiteindelijk. Kijk, kunt ze. En dan heb ze meteen meerdere kleuren met één keer smeren. Eén keer een streek van de penseel. Zie je? Je kunt ook zeggen van. Ik maak er een soort bloemetjes van. Je kunt ze dat dadelijk nog met een ander kleurtje accentueren. Kijk, ik kan er zelfs bloemetjes mee maken. Ik vind het best prachtig, ja. En dan hebben ze maar één kwast nodig. En niet 20 op 3. En heel veel kleuren. Dan hebben ze met één putje al meteen verroet. Prachtig. Ja, fijn toch? Zeg, en voorzien de nieuwe trend, hè, daar had ik het net al met Marcel over, door de social media, in het begos in het zuiden, met die hele geschminkte gezichten, toen naar Midden-Limburg en nu ook naar het noorden, of niet? Ik hoop het in elk geval. Vanaf weert het al een beetje moeilijk. Maar ik bedoel, als mensen dat op televisie zien, dan neem ik aan en dan hoop ik ook dat ze het een beetje gaan overnemen. En zo moeilijk is het niet. Nee. Ik zeg altijd van tevoren... Een week van tevoren de vastelovend de putjes openmaken, op de tafel liggen. En drink ze tegen een glaas limonade of een tas koffie. Pak tegen een spunsje, pak tegen een penseel. En begin te oefenen. Juist, wie moeilijk kan het zijn? Wie moeilijk kan het zijn, dat dacht ik. Hè? Geweldig, succes vandaag. Dankjewel. Wat heb je zo'n vastelovend tasjes te hangen?
Ja, het eigen atelier, hè, dat is het leukste en het uniekste. Ja, die maak je dus allemaal zelf? Die maken we allemaal zelf. Ja, we maken alles zelf. Wat heeft tijd is allemaal zelf gemaakt. Prachtig, want ja, een gewone tas kan ze natuurlijk niet metnemen met vastelovend. Dat moet wel inderdaad zo gaan zijn. Dat moet in stijl, hè. Ja. Dat moet in stijl. Maar hij staat wel, ja. Ja. En er zitten heel veel bandmateriaal aan. Dat is best wel een werkske, of niet? Ja, zeker. Dat is zeker een werkske. Het is eerst ja, de materialen erop maken en dan afwerken, hè. En dan nog eens een hengsel eraan maken. Dus het is wat. Dat het ook een beetje veilig is natuurlijk. Ja, ook zeker. Ja, ja, maar dat voor de bonnen goed op kunnen bergen worden. Ja, zeker. Want die zal ze nodig hebben. Hè? Ja, leuk. En ik zie ook bij u heel veel in de krommen. Dit is tegenwoordig ook al een hele tijd, maar wel super bijzonder, zinigt het. Ja, klopt. Klopt. En dan kan ze combineren met een hoed of apart. Daar liggen aparte. En er ligt ook een dameshoed. Met dames epauletten, ja. En dan heb ze al heel snel in een jas heel mooi aangekleed, zeg maar. Dan is ze nog maar weinig, hè. En dit is helemaal niet, de sjaal. Dan gaan we eens even kijken wat er helemaal nieuw is. Glik ik dit even terug. Vertel. Dit is het ideale voor binnen en voor buiten. Dan ga je stoes weg, dan duist ze een jas aan. Dan duist de sjaal eroverheen. Dan ga je naar de zaal. Dat is in de jas hoed en dan hing die sjaal over die pekske. Inderdaad, dus dat is multifunctioneel, zeg maar. Ja, en dat doen we in allerlei stijlen. Deze en deze en deze. Ja. Prachtig. Complimenten. Dankjewel. Merci. Ja, hier staan we dan. De papa en de mama van Sofia. Met Tig heb ik al gesproken van de week. Dat is waar. Ik mocht weer te gast zijn in de aflevering van Breek de Week. Ja, en daar hadden we Sofia. Die is er vandaag natuurlijk niet bij. Klopt. Ze zal straks wel nog een rondje komen lopen met opa en oma. Maar de omgeving is gek te druk voor haar op dit moment. En dit is de mama. Klopt. Heel bijzonder, want je ziet wafels aan het verkopen en fly, hoor. Klopt, die klopt inderdaad. Ja. Want het is hoog nodig. Het is heel hoog nodig. Ja, het is voor een groot doel. Ja, ja. Ja, voor onze dochter Sofia. Dus, ja. Ja, want Sofia heeft vervoer nodig, ze heeft speciaal verzorging nodig en ze heeft speciaal vervoermiddel nodig. Wat natuurlijk niet te betalen is voor jullie. Nee. En de actie loopt al een tijdje en loopt heel goed, of niet? Ja, ja. Inderdaad, het gaat de goede kant op. Ja. Ja. En ook veel reacties? Heel veel positieve reacties. Ja. Oh. Ja. Het is jullie gegund. Dank het is jullie wel. Echt gegund. Super, super lief, dank je. En die wafels, doe mij maar een pak. Ja, dank je wel, super. Wat kosten ze? €5. €5, gaan we doen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En veel succes. Ja, dank je. Smakelijk. Veel succes. Hartelijk dank. Hier zijn ik weer het gans nieuws wat ik vandaag nog niet gezien heb. Wat heb ze bieden? Dit zijn bubbelvlechten. Dat is een hype overgewaaid uit Amerika. En het werd overal met festivals gebruikt. Die hebben wij minder, maar carnaval des te meer. Dus van alles gemaakt voor kinderen, voor volwassenen. Kleine, grote vlechten, hele dikke vlechten. Het is weer het nuuts. En ik kan er mijn oren en oren heel goed met omkrijgen met vlechten. Hoe maken ze van? Het is van synthetische haar gemaakt. En dat werd dan aan elastiek gemaakt. Wat ze in hun haar kunnen doen of op een pruik. Of ik heb hier in de stand ook een stoorn met een haarbandje. Voor de kinderen ze het aan kunnen doen. En dan hebben we nog hele luxe vlechten. Ja, prachtig. En die maken ze allemaal zelf dus? Allemaal zelf, ja. Daar zijn heel gaat uurtjes in gaan zitten. Dat geloof ik. Maar dat verveiligt me dus absoluut niet met. Ja, en ik denk dat echt wel een trend gaat worden, want dit is weer echt vernieuwend. Ja, daarom. Het is echt het nieuws. Dat wordt ook wat mij erin triggerde van, om dat gaat in te gaan maken. En het bevalt me hartstikke prima dus. En de lui zijn heel enthousiast. Schoon. Ja. Schoon om te horen. Heel veel succes. Dankjewel. Ja, hier staat de kaketoe jeugd. Wim Bussen. Daan. En die. Lou. Ik ben Raf. Nou, en hier zit vandaag aan het verkopen. Wat zit je allemaal aan het verkopen? Knakworsten, soep, chips, popcorn en snoepzakjes. Nou, dat klinkt wel lekker. Jij het goed? Ja, ik nog niet, maar het is nog bijna lunchtijd. En, dan komen ze eraan, hè? Ja, daar staat de Angra, dus we gaan dadelijk wisselen van helft. Dus,
Ja, misschien dat ze straks nog komen. En heb je er zelf al gehad gesnoept? Ja, een klein beetje. Is dat lekker? Ja, het is best. Dus je kunt het aanraden? Ik kan het zeker aanraden, ja. Nou, en dicht dan, Wim Bisse? Ik ben Evi. Evi, en neven dicht steeds? Vajen. En Vajen, smaakt het lekker? Ja. Zeg, en gaat je dit jaar ook vastelovend vieren allemaal? Ja. Zit je er klaar voor? Ja, dat sowieso. Ja. Wat doet je dan? Mocht je metlopen? Zit je verkleed? Zit je bij een rot van 11 of een kinderrot van wat zit je? Nou ja, veer ze in de kakatoekukus. En dan, ja, meestal hebben veer gewoon of dit shirt of zo'n polo aan. En ja, dan gaan veer gewoon met de vereniging en zo. En wat is dan nu zo leuk aan? Ja, veer vind je allemaal vastelovend gewoon heel leuk en zo. En dat vieren met z'n allen vind je gewoon leuk. Een schoon feestje vieren? Ja. Nou, dan zou ik zeggen, kinder, schoon vastelovend of niet? Gaat je dat samen zeggen? 1, 2, 3. Schoon vastelovend. Dames van de organisatie, het is toch wel, je mocht spreken van een succes of niet? Ja, we zijn er heel blij mee. Het was heel spannend vanmorgen, wie we starten en gisteravond wie we op gingen boeien. We wisten niet wat ons te wachten sting. Maar dit overtreft ons helemaal, ja. Toch? Ja. Ja, ik heb boete nog niet gekeken, maar ik heb gehoord dat de auto's nergens meer parkeerplekken hebben. Dat klopt, dat kan ik bevestigen. Oh. Dus ja, het is echt druk, ja. Schoon, het is een groot succes. Het leek ook meteen storm, hoor. Ja, direct vanmorgen al 9:15 komen de eerste al stiekem binnen gedruppeld, hè. Zo, nee, dat was echt ongelooflijk, ja. En moet je echt de complimenten voor mogen hebben? We hebben net een rondje gemaakt over de vastelovens, maar is het verschil aan aanbod, of niet? Ja, de diversiteit en wat we hebben proberen te creëren, dat is ons eigenlijk aardig gelukt. Ja. We kregen her en der van de standhouders van, nou, zoals vond je dit of dat of dat maar te doen. Of van de mensen die hier rondlopen. En daar zijn we heel blij mee, want dat is positieve feedback en die hebben we nodig. Dus ja, dat doen we het ook voor. De animo is echt groot. Ja, ik denk ja, een goede zet voor de 11e van de 11e. Ja. En we zien ook echt de andere trends, zeg maar, de trends van Remeun, maar de trends van Venlo of Ruiver, nu maar op of niet. Ja, en dat is ook leuk, vind ik. Dan heb je ook weer eens geen angst en dan mengt zich dat eens. Hè? Ja, dus, kruisbestuiving. Ja, precies. En ook sommige mensen zeggen, oh, ik heb echt wel superleuke ideeën voor volgend jaar of voor dit jaar. Dus nee, ja, superleuk. Ja, ja, absoluut, ja. We hebben ook al een datum voor volgend jaar. Ja, daar hebben we al vastgelachen. Vertel. Zondag 3 november 2024 zal de volgende Vastelovensmarkt weer zijn. Ja, nou, schoon, dan hoor je voor dit alvast, de Remeunse Vastelovensmarkt, dan hoor je voor dit alvast pas in de agenda. Precies, voor volgend jaar. Ja. Geniet er nog lekker van, Daan. Dankjewel, bedankt voor de komst. Kom maar. Vastelovend, ons ambioens gaan de vlog vastelovend op zijn mes.